Bazen in games zijn er in alle soorten en maten. De huistuin- en keukenbaas, de minibaas en natuurlijk de eindbaas. Maar de bazen in deze drie games steken letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven de rest uit. Artorias is verantwoordelijk voor het meest intense baasgevecht in Dark Souls. Deze pikkelharde baas vergt het uiterste van spelers die hem uit durven te dagen. Hij is ontzettend agressief, zijn moves zijn moeilijk te voorspellen en Artorias geeft bijna geen ruimte voor adempauze. Psycho Mantis hield veel gamers lange tijd voor de gek. Hij leek je gedachten te lezen omdat hij je aanvallen feilloos voorspelde. Maar voor deze baas moest je out of the box denken en je PlayStation controller in de tweede poort pluggen. Zo kon Mantis je gedachten niet meer lezen en kon je hem verslaan. Tja, je moet er maar op komen. It's you. You know her? It's been a long time. How have you been? Oh, GLaDOS. We houden zo van je. Ondanks al die keren dat je ons hebt proberen uit te schakelen. Al die raketten. Al die dreigementen. Look, we both said a lot of things that you're going to regret. We kunnen niet boos op je blijven. Being alive, Cloud. Stiekem zijn we aan je gehecht geraakt in Portal. Helaas, ja. We moesten je vernietigen. Maar we houden nog steeds van je. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction.